www.deboodschap.today. Project aanleg hoofdleiding Gangaram Pandeeweg opgeleverd. Het project betreft de aanleg van een hoofdleiding langs de Gangaram Pandeeweg te Saramaka, Wayambo, is precies 3 maanden na het start zijn opgeleverd. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij, de SWM, en Staatsolie gaven op 13 december 2019 het start zijn voor de aanleg van deze ruim 27 kilometer lange leiding die in de toekomst meer dan 100 huishoudens van drinkwater moet voorzien. SWM-directeur Marlon Oosterling pleegde bij het start zijn samen met Staatsoliedirecteur Rudolf Elias de ceremoniële handelingen. Conform afspraak met Staatsolie, de financierder van dit project, is de aanleg binnen de toegezegde 3 maanden gerealiseerd. Inmiddels is de nieuw aangelegde leiding chemisch behandeld en vrijgegeven door het SWM-laboratorium dat de fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het drinkwater bewaakt en toetst aan internationale kwaliteitsnormen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.